Ik ben Elise en vandaag ga ik een tutorial opnemen over hoe je handstand brug doet. Je begint met handstand. Kan je best eerst oefenen tegen een muur. En daarna, als je het goed kan en je valt niet meer te veel om, doe je het best dan eens op je trampoline zonder een muur. En als je dat kan, kan je het op de grond doen. Daarna moet je brug kunnen. Dat is eigenlijk, om het zo te zeggen, gewoon beginnen met je handen naast je oren en dan opduwen. Of in brug vallen, dat kan je ook nog doen. Dat is eigenlijk ook hetgeen dat je gaat doen bij handstand brug. En dan val je voorwaarts in brug. Dus dit is hetgeen dat we vandaag gaan doen. Dit is handstand brug. En dan moet je korte stukjes achter elkaar doen. Dus eerst doe je handstand, dat moet je al kunnen, zo. En daarna moet je in brug kunnen vallen. Dan kan je of zo eerst proberen. Maar het makkelijkste is, vind ik zelf, om het ineens achter elkaar te doen. Zo. En zo kan je blijven oefenen. Tot je het kan en dan zeg ik tot de volgende video. Doei!